Door hier te adverteren op Doesburg TV bereikt u 8000 Doesburgse kijkers per maand. José Pijnappel, er is een hele speciale middag hier met de kinderen. Ik zie dat ze nu iets aan het maken zijn, een pizza bakken. Wat gebeurt er allemaal? Nou, het is zeker heel speciaal. Ja. We hebben een week geleden te horen gekregen dat de landschapskunstenaar Annie Goldsworthy van gisteren in Doesburg is aangekomen. En de kinderen hebben een uitnodiging ontvangen om vanavond een ontmoeting te hebben met Annie Goldsworthy. En een anderhalf jaar geleden hebben wij meegedaan aan een pilot over landschapskunst. We hebben een prachtig fotoboek gemaakt van de kinderen. En dat gaan we vanavond ook overhandigen aan Andy. En ze hebben allemaal ook nog een persoonlijke touch in het boek gedaan. Dus het is helemaal geweldig. En de kinderen zijn super enthousiast. Ze zijn nu gaan ze een pizza maken. Maar ze houden wel het thema in het achterhoofd van hoe kunnen we daar een mooi werk van maken zoals Andy dat misschien had kunnen doen. Okay, dus ze als het ware geïnspireerd door de kunst van Andy Goldsworthy, die gaan nu een pizza maken. Okay. Ja. Hey, en natuurlijk is het heel belangrijk, die pizza wordt zometeen gebakken en die gaan ze ook allemaal opeten of wordt het ook aan Andy Goldsworthy aangeboden? Nee, dat niet. Nee, hij krijgt een mooi boek van ons en mooie dingen, maar geen pizza. Ik toch zei dat het zijn eten was voor vanavond? Ja, maar ik denk dat zijn eten goed verzorgd is. Oké, okay, dat is helemaal geen probleem. Ja. Hey, maar ik heb begrepen dat de kinderen allemaal een persoonlijke wens in een envelopje gedaan hebben voor Andy. Ja. Daar zijn ze de rest van de middag ook al mee bezig geweest. Klopt. En we hebben ook uitgebreid gesproken over landschapskunst. Ja. En ook weer herinneringen opgehaald van anderhalf jaar geleden. De foto's weer tevoorschijn gehaald. Dus we zijn helemaal al in de sfeer voor vanavond. Oké. Okay. Vertel eens, wat heb je nou gedaan? Kaas in het midden. En hier ga ik dan nog een beetje tomaatjes en paprika bij. Tomaatje, paprika. En geen niet van het groene spul, die basilicum? Een heel klein beetje daarvan. En misschien een beetje pesto erop? Of vind je dat niet lekker? Nee, geen pesto. Ik vind die tomaatjes wel mooi kleurrijk, of niet? Ja. Ga je die ook erbij doen? Ja. Okay. Nou, laat maar eens kijken dan. Maken jullie thuis ook wel eens vaak een eigen pizza? Nee. Ik laat het pokkenmissel doen. Oké, die heb jij gemaakt, die tekening, of niet? Ja, die heb ik gemaakt. En wat heb je daar getekend? Ik heb een huizenrij getekend in perspectief. Ja. Met dakpannen. Oké. Okay. Heb je dat ergens gezien als voorbeeld? Nee, ik heb het van mijn meester geleerd. Ik heb een regenboog. Een regenboog, hier ja. Een bloemetje die een beetje open is. Ja. Hier zo heb ik Andy geschreven. Ja. Met een roze bloemetje heb ik uitgeknipt. En hier heb ik Hallo en de Goldsworthy geschreven en dat hier. Hieronder heb ik een schelp en een steen in gedaan. Oké. Okay. Oh, mooie schelp. Oké. En nog een steen. En een mooie steen, een gelukssteen. Of niet? Beetje. Ja? Ja. En wat heb jij gemaakt? Laat eens even kijken. Een heel mooi zakje. Ja. En daarin zit een poppetje. Ja. Waar een sporten is. En een schelp. Ja. Oké. Okay. Een rondje. Ja. En wanneer ga je dat dan geven aan hem? Ja. Ja, wanneer? Vanavond. Vanavond ga je een keer Andy geven. Ja. En weet je wel wie Andy Goldsworthy is? Ja, hè? Ja. Ja? Heb je wel mooie dingen van hem gezien? Ja. Ja? In een boek en een voorbeeld? Mm-hmm. En op een filmpje? Ja. Of niet? Nou, geen filmpje. Geen filmpje. Oké. Okay. Nou. Poppetje. En een poppetje met een mooie tekening.
Waar eens kijken, die mooie tekening. Oh. Met een regenboog? Ja. Ja?